Kom op, Tors! En nu naar de jongen, zo! Staat op de plek waar u hoort te staan. Welkom, burgers. Burgers van Novio Magus, burgers van verderop. U kunt hier nu getuige zijn van een ceremonie. Een bijzondere ceremonie. Want deze ceremonie komt niet elke dag plaats, niet elke week. Soms maar één keer in het jaar, soms iets vaker. Dit is het uitdelen van de annone. En wat zijn annone? Annone, dat zijn eigenlijk de belastingen. Die heeft u allemaal bij elkaar gebracht. Die heeft u betaald aan de Romeinse staat. En die worden nu als loon uitgedeeld aan de soldaten van het Romeinse leger. Het leger dat u allemaal beschermd heeft het afgelopen jaar. Ze krijgen dat gedeeltelijk in geld, ze krijgen dat gedeeltelijk in goederen, ze krijgen dat gedeeltelijk in voedsel. Dat is niet echt veel. We moeten niet denken aan, we hebben maar één tafeltje hier. Als dit een hele groot leger was geweest, dan stonden hier karren vol. Het werd allemaal uitgedeeld onder zware bewaking. Daar moest je ook goed bij opletten. Alles moest worden vastgelegd. Soldaten krijgen te eten voor hun families. Ze zullen wel wat zelf bijverdiend hebben. Maar dit is noodzakelijk voor een soldaat. Als hij dit niet genoeg krijgt, dan heeft hij honger. Soldaten krijgen kleding. Soldaten kunnen zelf ook kleding kopen. Maar de staat, de Romeinse staat, geeft ze kleding die in de fabrica, in de Romeinse werkplaats, voor hun gemaakt is. En daar krijgen ze geld. Liefst zo min mogelijk. Want de bevolking heeft niet zoveel geld en goud is aan de staat kunnen geven. Dus de staat wil liever ook niet altijd het geld uitbetalen. Wat een soldaat krijgt meestal, is net zoveel waard. En dat weet ik door een prijsedict uit die tijd. Als een derde rangs jurk voor een vrouw. Dus niet denderend veel, kun je nagaan. Dus een hele zak goud is het niet, waar ze het hele jaar door rijkelijk van kunnen leven. Wij gaan deze groepen één voor één naar voren vragen. We gaan ze vragen hun voor te stellen. En dan zal ik even bij zeggen, dit is een evenement, internationaal evenement. Die zijn Nederlanders, die zijn Duitsers, die zijn Engelsen, die zijn Belgen. Dus sommige dingen zal ik in het Engels doen. Ik denk dat ik het wel zult kunnen volgen. We beginnen met de Engelsen. Achteraf is er tijd voor vragen. Maakt u gerust foto's. Komt u niet tussen beiden als er wat gebeurt. Daar hebben we onze ordentroepen voor. Goed uitgerust met de knots. Die zullen worden gebruikt. Deze mensen zijn er om u te beschermen. Denkt u daaraan? Als je denkt van, waarom krijg ik niks? Deze dag is voor hun bestemd. First group, de Barcari. Come forward. Loop met z'n nek. State your name. Marius Aurelius. What is your unit? Numerus Bacariorum Tigniscientium. Thank you. Vrij vertaald is dat de roeiers van de Bacari uit Syrië. Die komen van een heel eind weg. Zij dienen aan de muur van Hadrianus. Dus ze zijn een heel eind gekomen om hier deze stad te verdedigen.
How long have you served? 25 years. 25 years. What is your rank? Centenarius. Centenarius. You will receive anone after you complete your oath. Ik vraag hem nu om de eed aan de keizer te hernieuwen. State after me, idem in me. Idem in me. Idem in me. Idem in me. Ja, hij is een schot. Latijn is voor ons allemaal een beetje lastig. Maar hij bedoelt, ik ben het ermee eens. Kom voor. Eerst de goederen. Kleding, schoeisel. Halfbrood. Hij krijgt brood. Niet al te veel. En twee appels. Hij heeft goederen gekregen, hij heeft voedsel gekregen, nu het geld. Ik vraag toestemming aan de officier. Dit is de Dux Annone. Dat is de man, de officier die over het uitdelen van al het eten gaat, de administratie. Hij is bij akkoord gegaan. De money. Do you agree? I agree. You agree. Fine, hij is de bij eens. Mooi zo. Thank you. Met zijn familie meegekomen. Die heeft zijn familie die dient in deze regio. Zijn vrouw is ongetwijfeld thuis en hij heeft zijn kinderen meegenomen om het eten naar huis te dragen. Ze hebben het wat moeilijker, kunt u zien. Wat minder goed gepanserd. Hij heeft het echt nodig.